Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Wat eerder dan normaal, want er worden namelijk 4 wedstrijden afgelast, zoals jullie weten, vanwege de sneeuw. Wat betekent dat er ook maar heel weinig punten zijn gescoord, wat natuurlijk logisch is. Maar dan weten jullie ook waarom hij zo op tijd is. De 5 wedstrijden die zijn gespeeld is in speelronde 21 natuurlijk, is Fortuna Heracles. Dat was gisteren op vrijdag, dat werd 0-1. En vandaag moest PSV tegen FC Twente, dat werd 3-0. PEC Zwolle RKC werd 1-1. Emma AZ werd 0-1. En Heerenveen won met 1-0 van Vitesse. Die wedstrijden werden ook 's middags gespeeld. Dus alles was van tevoren goed geregeld. Jammer dat er 4 wedstrijden zijn afgelast. En die moeten dan later opnieuw gaan voorspellen. En dit is nu de ranglijst. Ajax staat nog steeds bovenaan. Met 50 punten, dan komt PSV met 46, Vitesse staat derde met 42, AZ staat nu vierde met 40, maar Feyenoord en Groningen hebben nog niet gespeeld. Twente staat zevende met 30 punten, Heerenveen staat achtste met 29 punten, Utrecht en Heracles hebben 28 punten, Fortuna staat elfde met 25 punten, Sparta en PEC hebben 23 punten, dan hebben we VVV met 22 punten, op de 15e plek hebben we RKC met 16 punten en Willem 2 staat op nummer 16 met 13 punten. ADO en Emma staan nog steeds onder de streep. ADO staat 17e met 12 punten en FCM staat 18e met 6 punten. De kans dat die gaan degraderen is erg groot. Dit zijn de voorspellers top 8. De Colino en Novio Magum zijn de weekwinnaars geworden. Die hadden allebei 6 punten en de rest had allemaal minder. Luc staat nog steeds bovenaan met 174 punten. Dan komt Mikey met 169 punten. Nak en Dilano hebben 163 punten. Dan komt Novio Magum op de 5e plaats met 161 punten. Jesper staat 6e met 159 punten. Dan komt Jarno met 153 punten. En Tijn staat 8e met 152 punten. En de volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan hebben we door de week de kwartfinales van de Toto KNVB beker als ze doorgaan, want blijkbaar blijft de sneeuw liggen, allemaal giga erg heftig shit, dus de kans dat die wedstrijden niet doorgaan is best aanwezig, maar voorspel ze voor de zekerheid maar wel. Excelsior moet tegen Vitesse, NEC ontvangt VVV, Ajax moet thuis tegen PSV, een toppertje, en Heerenveen ontvangt Feyenoord. Dan zijn dit de wedstrijden voor speelronde 22 die we gaan voorspellen. RKC moet tegen FC Emmen. ADO Den Haag moet thuis tegen PSV. Groningen ontvangt PEC Zwolle. Sparta moet thuis tegen Fortuna. Heracles ontvangt Ajax. AZ moet thuis tegen Heerenveen. Utrecht ontvangt in de Galgenwaard VVV. Feyenoord moet in de Kuip tegen Willem II. En Vitesse moet thuis tegen FC Twente. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Eredivisie voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.